Met de nationale onderwijstalenten hebben lerarenopleidingen elk jaar de mogelijkheid om talentvolle studenten voor het voetlicht te brengen. Leslie Bordewijk van het bij Best Openbaar Onderwijs aangesloten Dalton de Schutse werd afgelopen week onderwijstoptalent van het jaar. Iedere PABO die kan van de afgestudeerden één iemand nomineren. En daarvan worden dus 39 landelijke kandidaten opgesteld. En dan moet je stukken opsturen, afstudeerstuk. En daaruit gaat een jury van het SLO en van allerlei organisaties gaat dan kijken wat... Die mag je slijpen. Die kiezen daar eigenlijk het beste product uit. En ik heb dus uiteindelijk gewonnen. Leslie heeft een educatieve app voor de iPad bedacht. Het is een poppetje beer, die heeft dan het probleem. En daarna gaan ze dus met kosteloos materiaal of in de bouwhoek kunnen ze dat probleem gaan oplossen en hun ideeën in werkelijkheid brengen. En aan het eind van de ontwerpcyclus presenteren ze dat en filmen ze elkaar. Dus zo zijn ze toch met de digitale skills bezig, maar ook met hun handen in de werkelijkheid. De prijs die Leslie won bestond naast de eer uit een bronzen trofee en 1000 euro. Het geldbedrag gaat ze niet aan zichzelf besteden. En ik hoop eigenlijk heel erg dat ik iemand kan vinden, een bedrijf kan vinden om echt samen die app groot te maken, zodat ik het kan delen met anderen. Want nu kan ik het wel bij ons op school gebruiken en dat is echt al fantastisch. Maar ik zou het eigenlijk heel graag, naast dat ik gewoon geniet van de kinderen in de klas, zou ik toch nog wel ook anderen willen inspireren daarmee.